Ken je dat? Groepjes jongeren die op een schoolplein als zombies achter een mobieltje zitten. Dan heb je het gevoel dat social media een kloof vormt tussen jou en je leerlingen? En zou je graag deze kloof willen overbruggen? En heb je het gevoel dat het zelfbeeld, het zelfvertrouwen van je leerlingen door social media negatief beïnvloed wordt? En zou je het graag anders zien? We snappen dat je mogelijkerwijs geen tijd hebt om zelf kennis op te doen over social media. Of dat je het moeilijk vindt om de achterliggende werking ervan te begrijpen. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je geen directe interesse hebt in social media. En je toch de verantwoordelijkheid voelt om je leerlingen daarin te begeleiden. En op die manier invloed te hebben op hun zelfvertrouwen. Wij zijn Future Rebels, een organisatie die jongeren helpt om de stap naar volwassenheid te brengen. En we werken daarvoor niet alleen samen met organisaties die datzelfde doel nastreven, maar natuurlijk ook met de jongeren zelf. We zijn een beetje een soort life coach en daarnaast betrekken we ze ook bij onze werkzaamheden, zodat ze die later zelfstandig kunnen uitvoeren. Nou, een van de Young Rebels, die zit hierboven, dat is Frank. Hij is educatief medewerker. En die helpt ons ook bij de workshops. Dus de kans is groot dat je hem een keertje tegen gaat komen. Frank, introduceer jezelf anders eens even. Yes, Fantais. Nou, mijn naam is Frank. Ik geef lessen en cursussen aan zowel basisonderwijs als aan voortgezet onderwijs. En een van de dingen die ik vaak tegenkom, is dat veel jongeren zich op dit moment aan het meten zijn met mensen die ze zien op social media. En dat is eigenlijk helemaal niet reëel. En ik hoop eigenlijk dat we met deze cursussen ervoor kunnen zorgen dat leerlingen weer in hun eigen kracht komen te staan. Aileen, jou het woord. Yes, ik ben Aileen, ik ben de IT'er van het stel en ik heb een aantal Instagram-kanalen waarmee ik micro-influencer ben. Ik ben Mike. Oh, ik ga door naar Mike. Ja. Ja, dank je, Helene. Ik ben Mike. Ik ben een gecertificeerde high performance coach. En ik help volwassenen, maar ook jongeren, met betrekking tot het boosten van hun zelfvertrouwen. En ik ben dan van Tessa, achtergrond in de journalistiek, dus een beetje de onderzoeker, de factchecker van het geheel. En ik heb ook een achtergrond in film en tv, nationaal, internationaal. Daardoor krijg ik natuurlijk veel te maken met social media. En dat is natuurlijk ook meteen het ding, want we hebben natuurlijk wij allemaal te maken met de verleidingen van social media. En dat is ook hetgeen wat ons triggerde, van wat doet dat nou met dat menselijk brein? En dan met name dat van jongeren. Yes. Nou, wij hebben met een team van jongeren hebben we een onderzoek gedaan naar hoe er psychologische tricks uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat jij verslaafd wordt aan je telefoon of aan social media. En daarnaast hebben we met het team van jongeren er ook voor gezorgd dat cursussen, zoals degene die we hiermee willen gaan geven, in een lekkere flow lopen en dat die een goed design heeft. We hebben als Future Rebels dus een workshop gemaakt speciaal voor docenten, genaamd Social Media en Puberteit. Waarin onze onderzoeken en bevindingen worden uitgelicht, zodat jij als docent de handvatten hebt om je klas te begeleiden in onder andere hoe social media als vergrootglas fungeert op hun onzekerheid. Maar ook bijvoorbeeld over de nepheid ervan. Dus denk erover dat er heel veel influencers die houden fotoshoots van een hele dag, om vervolgens die foto's een paar weken lang te kunnen gebruiken om net te doen alsof ze elke dag iets heel erg interessants aan het doen zijn. Maar we kijken ook naar de kracht van social media. Het brengt namelijk de wereld dichterbij. Kijk maar naar deze tijd in de coronacrisis. Dankzij social media kunnen kleinkinderen communiceren met opa en oma die in het bejaardentehuis op lockdown zitten. Maar ook voor werk kun je videobellen, zoals dat wij nu doen voor deze workshop introductie. En zo is de lockdown beter te verdragen. Daarnaast geven we natuurlijk ook wat praktische oefeningen mee om met de leerlingen te doen. Die zullen bijdragen aan het omvormen van die onzekerheid naar zelfverzekerdheid. Eigenlijk een hele interactieve workshop dus. Als je deze cursus hebt gevolgd, ga je niet met lege handen naar huis. Je gaat in elk geval naar huis met een hele grote bak kennis. Die de kloof die social media heet tussen jou als docent zijnde en de leerlingen dicht. En meer begrip creëert voor het krachtenspel waarmee de jongen te maken heeft. Ook geven we 5 manieren om het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren te vergroten. Denk daarbij aan de directe mensen waar jongeren mee omgaan en de positieve, maar ook de negatieve invloed die deze mensen hebben op hun leven. Yes. En wat we ook willen doen, dat is een klein beetje inzicht geven over wat nou precies de doelen zijn van de social media platform zelf. En wat voor invloed dat heeft op gebruikers. En daarmee bedoelen we niet alleen de jongeren, maar natuurlijk ook jij als volwassene.
Tot slot geven we ook hier een aantal praktische oefeningen waarmee je je eigen social media gebruik tegen het licht kan houden. Kan voor verrassingen zorgen en natuurlijk ook kan je die met je klas delen. Mike, volgens mij had jij nog een leuk voorbeeld daarvan. Ja, ik heb nog een leuk voorbeeld, ja. Nou, ik zelf dit toeltje gebruikt heb om te zien hoeveel ik mijn telefoon gebruik, ben ik wel erg geschrokken, moet ik eerlijk bekennen. Ik zat iets van 8 tot 10 uur per dag aan mijn telefoon. Met die inzicht heb ik het gelukkig naar beneden kunnen brengen naar rond de 2 tot 3 uur. Maar de jongeren, onze Young Rebels, hebben daar zelf ook wel een beeld over. Nou, dus hebben jullie eigenlijk het idee dat social media een negatieve invloed heeft op jongeren? Ja, ik denk het eigenlijk wel, want wat het probleem is dat op social media zie je eigenlijk alleen het perfecte leven en een bepaald ideaalbeeld. En heel veel mensen willen daar ook aan voldoen. Of die denken dat dat dus de normale standaard wordt. En ik denk dat dat eigenlijk best gevaarlijk is, omdat ja, je eigen mening begint te vervagen, lijkt het. Maar zou je dat dan niet gewoon kunnen tackelen door lessen te geven op scholen over hoe je het best met social media om kan gaan, of hoe je op een realistische manier naar jezelf moet kijken in plaats van dat je je spiegelt aan van die social influencers? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je op een bepaalde leeftijd gewoon goed geïnformeerd wordt van hoe je om kan gaan met social media en hoe je jezelf daar ook kan beschermen. Maar ook om te leren gaan wat belangrijk is voor jezelf, als je eigen zelfvertrouwen en hoe jij dingen in het leven aan wil pakken. Dat daar gewoon ook veel meer aandacht aan besteed wordt. Maar aan het creëren van jezelf. Ik kreeg wel op school altijd ICT-lessen. Maar dat ging er meer om hoe je een computer moet gebruiken. Dan dat ze ook niet te zien wat de valkuilen daarvan waren. Ja, dat heb ik dus inderdaad ook gehad. Meer inderdaad hoe alles op de achtergrond werkt. Maar ik vind het inderdaad belangrijk dat dit soort lessen gepromoot worden. Om inderdaad bij de mensen zelf te blijven. Omdat ik merk gewoon dat leerlingen... vroeger werd er aan jou gevraagd, wat wil je graag worden? En als kind wist ik heel veel dingen op te noemen wat ik zo graag wilde worden. En dat weten ze niet meer. Oh. Totdat ze inderdaad social media openen, is het... Hè, ik wil ook inderdaad vlogger worden of ik wil ook model worden. Ja, waarom wil je dat worden? Is dat omdat jij dat vroeger al graag wilde? Of omdat je dat op tv hebt gezien? Nee, het is omdat social media, die pompt je er helemaal mee vol. Oh. En zij is mooi, dus ik wil dat ook. Nee, wat wil je nou echt worden? Wat zit er nou echt in jouw hart? Vind jij dit interessant klinken en kan jij jezelf vinden in deze cursus? Dan hopen wij jou heel erg snel te kunnen zien. Geef jezelf op bij mike@futurerebels.com. En helaas, we zitten op dit moment even in de coronacrisis. Maar zodra we weer kunnen, dan hopen we heel snel bij jullie langs te komen. Tot ziens!